Het uitbetalen van de achterstanden in de algemene kinderbijslag kost wat tijd. Door prudent beleid is de regering in staat de middelen vrij te maken. Het voorgaande gaf minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te kennen tijdens de parlementsvergadering van donderdag 24 februari. Hij ging ook in op de situatie rond de basiszorgverzekering. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, natuurlijk, wij als regering, ik als deel van de regering, voel mij geroepen. Als er wordt aangegeven dat er geen antwoord wordt gegeven op dat van basiszorg en dat van AKB. Geachte lid Losje had wat eerder op de dag, ik heb dat wel, de regering volgt het wel virtueel, voor als we niet op agenda staan voor de dag. Maar ik wil wel dit aangeven, voorzitter. Wij zijn momenteel al begonnen, want de afspraak met de samenleving, omdat zij geduldig hebben gewacht op dat van AKB, met nadruk dat het achterstanden zijn die niet door deze regering zijn gemaakt. Dat het natuurlijk al is begonnen sinds december al. Dat we zijn begonnen met het uitbetalen van de achterstanden. Natuurlijk, om iets te starten is makkelijk. Iedereen kan een bord plaatsen en zeggen ik betaal vandaag. Maar om het daadwerkelijk te doen, te herstellen en te corrigeren, dat neemt tijd. En prudent beleid heeft ervoor gezorgd dat wij, collega Financiën en ik, intussen de zaken hebben bekeken. De regering heeft besloten om de resterende middelen, ik zal niet verder opgaan wat dat betreft, maar de resterende middelen die nog betaald moeten worden aan de achterstanden, dan uit te betalen binnen 2022. En dat we vooruitkijken met frisse adem, frisse moed naar de rest van de betalingen die moeten volgen voor de andere basiszorg. Basiszorg is hetzelfde situatie wat we hebben aangetroffen en we blijven, net als ik zou net in Sraantongen zeggen, like voor alle we leren ons aan niet precies zo op het ministerie. Elke dag brengen we verbetering in het geheel om ervoor te zorgen dat het loopt en dat het opereert en dat het werkelijk functioneert. En ieder moet natuurlijk een deel doen of het ligt aan het gedeelte van wetbasiszorg, als het ligt aan het gedeelte van besluiten nemen en aan de andere kant van uitvoeren. We moeten natuurlijk ervoor zorgen dat het volk niet benadeeld wordt en dat ze geholpen moeten worden door dik en dun.